Ik krijg nu al heel wat pluimen op mijn hoed, maar het liefst zou ik die zelf verdienen na 4 of 5 jaar. Dat zijn de eerste woorden van Peter Maas als nieuwe trainer van Racing Genk. De 50-jarige Lommelaar tekende vandaag een contract voor 3 seizoenen in de Crystal Arena. De eerste doelstelling is play-off 1 halen, al wil Maas ook al op korte termijn prijzen pakken met Genk. Je moet dadelijk ook een keer ervoor fotograferen, hè, want het is niet dat je op de bank moet blijven zitten. Nee, we zullen me niet voorzien. Het is daarom. Peter Maas voelt zich goed op de Genkse bank. Na KV Mechelen en Lokeren is Racing Genk de volgens hem logische volgende stap in zijn carrière. Het was even wachten op zijn komst, maar uiteindelijk heeft hij de weg naar de Crystal Arena toch vrij makkelijk gevonden. Ik was vandaag om 9 uur op de club en normaal gezien rij ik, was 5 dagen mijn traject, 4 uur per dag in de auto. En normaal rijd ik van Lommel naar hier op een goede 35 minuten, maar ik heb er 1 uur over gedaan, dus ik moet de weg nog leren kennen. Nog voor zijn voorstelling zat Maas al samen met de Genktop. Er ligt namelijk veel werk op de plank en de sportieve ambities zijn hoog. De lat ligt heel hoog en ook voor mij. En ik kan er perfect mee leven en ik voel me daar zelfs heel goed mee. Dus, we gaan daar echt ons uiterste best doen. Ik denk dat wij moeten beginnen met aan te knopen met sportief succes. En dat is terug play-off 1 halen. Alleen als we daarin zitten, dan zien we wel hoe ver we geraken. Peter Maas heeft een contract van minimaal 3 seizoenen. Zo zeggen ze toch in Genk. De Lommelaar krijgt dus de tijd om aan een ploeg te bouwen. We gaan Peter niet afrekenen op zijn resultaten in het eerste jaar. We hebben een contract van 3 jaar afgesproken. Daar staat geen opstapclausule in. Dus we hebben elkaar voldoende vertrouwen gegeven om te weten dat we minimaal die 3 jaar willen volmaken. En in de loop van die 3 jaar moeten we gewoon terugstaan waar we thuis horen. De komende dagen volgen er gesprekken met de spelerskern, de technische en de medische staf. Of Maas zijn assistenten meeneemt uit Lokeren is nog niet bekend. Bij inkomende transfers wordt er eerst gekeken naar de Belgische markt en de eigen jeugd. De club wil wel enkel met gedreven mensen werken. Wij gaan gewoon nu de analyse maken dat wij met jongens willen werken die dat hebben. Ja, dus, en of als een Bojo daarbij hoort, dan gaan we nu kijken in de volgende weken. Maar dat is niet alleen het geval van een Bojo, dat is in nog andere jongens het geval. En misschien dat we voor sommigen beslissen dat het niet meer binnen Racing Genk zal zijn, maar dat zal de volgende weken wel duidelijkheid over brengen.